stichting, of althans dit instituut, en wat het allemaal inhoudt, wat er precies zal gebeuren, hoort u over enkele seconden. Heer Maknak, goedemorgen, welkom in Mantitaki. Verder, mijn brada. Of ik niet krobi djani aan en funa na kedua man kedua posasi aan kempo nujima. Het gaat heel goed, in naam van de Almachtige, onze schepper Jehovah. En ik heb het alleen maar in een andere taal gezegd, maar het bleef hetzelfde. En ook aan de kijkers, luisteraars, een heel fijne dag. En ja, zo de bakka. Ja, zo de bakka. Ja. Wat staat er te gebeuren voor het instituut? Nou, ik ga naar een paar het gebied een beetje te hebben aangedaan. Dus dan zeg ik Caraïbisch, Frans Guyana en zo. En is het weer richting Europa. En dit keer, ze gaan zeggen, Europa Tour. Mm-hmm. En waarbij Brussel, ook Nederland. Nederland heb ik een vrij grote lezing daar. Ja. En er komt heel veel eraan bij qua traditionele geneeskunde. Mm-hmm. Maar het meest is Parijs, Frankrijk. En wat echt naar voren springt is meer het blanke publiek dat ze hebben bijgetrokken. Maar het zijn Surinamers die toch de andere zien dat je eens mij vindt. Je hebt in een bepaalde richting. Ja, ja. En ze zijn de andere gaan interesseren. Maar niet alleen Fransen van Franse afkomst, maar ook, je weet dat Fransen ook veel buitenlanders daar hebben, ja, die daar wonen. Ja, ja. En ik kan dat hier reserveren spankba. is veel werk. Ja. Maar we hebben het nodig. Mm-hmm. Om terug te nemen. Je zet je in en je haalt terug. Maar het is het fysieke kaartje dat je eigenlijk achterlaat. Ja. En dat is very important. Ja. Dus misschien zo. Ja, precies. Ik zou net zeggen, u heeft mevrouw Nicole meegenomen. Mevrouw, yes. Nicole, goedemorgen. Welkom in deze aflevering van Maandag. Goedemorgen en ook goedemorgen alle kijkers. Ja. Ik even een kleine toevoeging aan wat meneer Maknak zei. Is dat eigenlijk, er zijn verschillende highlights in zijn tour dit keer, maar er zijn twee hele bijzondere zaken. Eén zaak is, hij gaat de lezing geven in Nederland, maar een andere is dat hij gehaald is door een organisatie die doorhad. Die organisatie die blijft vanwege de discretie van alle mensen, mm-hmm. maar die doorhad dat er problemen waren onder mensen, ook Surinamers, op geestelijk gebied. Het wordt al aangekaart. Dus zodoende kwamen ze te horen over Tabati Ramon Maknak. En is hij gehaald en hij gaat niet alleen naar Parijs, hij gaat door verschillende plekken van Frankrijk. Mm-hmm. Ja. Ja, ik kan het bericht voorlezen wat. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets de faire passer un petit message pour vous, annoncer que courant du mois de Jacques Géré, un maître du monde spirituel, Tabati Ramon Maknak da Katakondré. Il vient de l'Amazonie, plus précisément du Suriname. Il maîtrise médecine traditionnelle. Il fera une tournée en Europe pour apporter son aide dans différents domaines. Toutes les personnes désireuses de découvrir et d'expérimenter le monde des plantes amazoniennes et la médecine traditionnelle surinamaise pour résoudre durablement un problème personnel, physique, psychologique, émotionnel ou spirituel peuvent me contacter en privé. Vous n'aurez pas à lui dire de quoi il s'agit, mais juste lui communiquer votre identité. Il reviendra vers vous pour vous dire exactement quelle est la problématique. Vous pourrez ainsi juger de son professionnalisme et savoir faire bonne journée à tous et à bientôt. Yes. Juist. Dit is het bericht dat de persoon een beetje door heeft gestuurd aan zijn mensen. Het gaat erom dat hij iemand heeft laten halen, een groot leermeester op het gebied van traditionele genezing en agronwiri, mm-hmm. om het zo te zeggen. Ja. En dat zij met problemen, persoonlijke problemen, fysieke problemen, gezondheidsproblemen, maar ook geestelijk-spirituele problemen zich aan kunnen melden en dan komen ze in contact met hem en hij heeft niet veel nodig, alleen je moet een beetje vertellen, je moet vertellen wat de klachten zijn en dan zo komt hij achter het probleem en dan
gaat u merken, kunt u zelf merken wat zijn kunnen zijn. En het interessante van deze is dat er mensen tussen zijn die wat gezondheid betreft al een jaar niet bij kunnen komen van de COVID. Mm-hmm. En daar zijn er een aantal mensen van en daarvoor is ook zijn hulp aangevraagd. Ja, ja, want er zijn bedrijven die daardoor ook veel medewerkers kwijtraken. Ja, ja. Dus ja, ja, op die manier. Oké, dat is dat gedeelte met betrekking tot zeg maar de hulp die wordt aangeboden. Als we praten over de lezing, waarover gaat de lezing? Maar dat is ook een hoogtepunt, hè? Ja, ik ga niet mee hoor. Ik doe de public relations van het instituut, dus daarom weet ik er veel over. Ja. De lezing is zeer bijzonder. Mm-hmm. Is na 5 jaar dat er, ja, misschien wilt u zelf uitleggen. Na vijf jaar dat er hij weer voor een lezing gaat, want er was COVID tussen, ja, et cetera. En de lezing, daar gaat het niet oppervlakkig over Winti. Het thema is, Winti is niet puur, maar uniek. En dan komt er nog Sabina Sabi, Lerina Leri, Lerina Kontondujani. Mm-hmm. En Kontondujani na Saisina na Kedwa Manke Jampong betekent dat God alleen alle wijsheid in pacht heeft. Maar dat was die Ramon Maknak, die gaat de diepte in. Dus het wordt niet gewoon oppervlakkig, dit is Winti, et cetera. Maar het gaat echt de diepte in en mensen zullen die lezing ervaren zoals de lezingen altijd zijn. Mm-hmm. En dat, ja. En we hebben ook een Akatatak in Nederland. En die zullen dan ook voor het de muzikale diepgang zorgen. Ja. Dus het wordt een heel spectaculair iets en deze keer in Almere. Mm-hmm. Ja. Tabassi, heel belangrijk voor het instituut, maar meer nog voor uzelf, denk ik zo. Als we praten over zeg maar de lezing die zal plaatsvinden in Almere, ja. Hoeveel mensen denkt u dat deel zijn nu aan deze? Ik denk dat het een. We hebben ons toen verkeken, zo 28 augustus zijn, toen bleek dat het een dubbele afspraak was. En toen, als ik vertrek zo over. Binnenkort. Heel binnenkort. En direct daarna, 21, sta ik het op het podium al. Dus. Aanstaande zaal. Hebben een grotere zaal gevonden. Mm-hmm. Ik dacht, het is een zaal van 450 mensen. Oké. Okay. Dus, maar not Chintori. Ja, precies. Als ik zo ernaar luister, Tabassi, is dit meer dan een culturele uitwisseling? Vooral hetgeen dat zal plaatsvinden in Frankrijk. Zonder meer. Wij streven naar wie we zijn. Je moet weten van waar je komt. En dan ga je weten waar je naartoe gaat. En wie je bent en en dan weet je wie je bent. Ja. Als je normaal presenteert in Osso, in een kiesjusrevi, dan ga je presenteer je. En dat probeer ik steeds naar buiten en die samen zijn en het bij elkaar brengen. Dat er geen verschil is tussen ons. Mm-hmm. En vooral Asranamang, dat is die mindpoint van mij. Die Asranamang, het bewustzijn van Asranamang. Maar Asranamang is divers en daarom zeg ik, Winti is niet puur, maar het is heel uniek. Want we zijn van waar we ook samen komen, aan zijn grond zijn wij verpand, was Asranamang. En dat in mijn elke lezing geef ik die boodschap door, die eenheid en dat die onopanya. Want tijdens kapu las de herder, dan de nawi, zou men zeggen, letterlijk. Ja. En dat moet je, daarvoor moet je steeds gaan aan staan. Ik verwacht niet alleen maar daar mensen zoals mij te zien, maar u wilt niet weten. Er zijn meer mensen, heel veel mensen, laat me het zo zeggen, van een Indiase afkomst uit Suriname, die al een plaats voor anderen hadden bezet. Ja. En alles wordt van tevoren gereserveerd, want we hebben onze tak daar, we hebben onze Amerikaanse tak, Caribische tak van Akata. Eigenlijk is alles al afel en preek bijna een trailer, wat gaat erin hebben. Op je voor vroeg me, u zult me corrigeren als dat niet het geval is, maar op je voor vroeg me ook toe dat hij binnenkort een trip naar Ghana ook toe? Niet naar Sam. Ik wil me schrijven. Maar voor vreugde, maar vreugde op 10 vals. Maar zijn er nieuws precies? En Togo, we hadden de prinsen hier. En ze hadden eerst moeten daar overleggen met de overheid. Met de overheid vandaar en hun royal afkomst, hun koninklijke afkomst. En Togo, Benin, daar naartoe gaan we.
En het is een heeft een speciale reden waarom we daar naartoe gaan. En dit in, niet in het verband meer van die Ghana toe, dat heeft zijn als een vruchten afgeworpen. Okay. Als je de wereld rondkijkt, zelfs waren daar niet speciaal om Surinaamse zwarten, maar waren ook om elke zwarte dat uit Afrika afgevoerd is en verkocht is door hun eigen soort. Mm-hmm. En kijk maar, toen zeiden we daar nog, zo mensen dan maar bij tak, ja, maar zo voordeel was je ving, en dat en zo. Ik haal maar recentelijk een laatste. Tena koninklijk huis dat onmogelijk was, was zwarte trouw. Okay. En zelf, Tena, Teno, blakka mij tang in een systeem in Amerika, in hoogste niveau. Ja. En zo mijn vorm is aan ik haal naar grond op change ikon en Black Lives Matter. Ja, en dat was het doel. Maar in elk geval, ze hebben voor het eerst toegegeven van wij hebben het gedaan. En dat is dat zorgt voor een stukje harmonie al voor Oekalibi Makandra. Het is elkaar vinden, ja. Steeds meer weer naar elkaar te komen. Het is, als ik het goed heb, is het 3 keer dat u aangeeft wat het belang is van het elkaar vinden, bij elkaar komen en vanuit dat punt verder gaan. Wat moet hiermee, zeg maar, beoogd worden, heer Magnat? Kijk, heers en verdeeld, dat laat jou nooit jouw eigen waarden en jouw eigen normen en je eigen en je vooruitgang ook. En daarmee beoog ik ook vooral naar onze nakomelingen, onder de jakbata. De bijuwan gue matrawan deete en dat na uno. En if je met dat tang overheerst, dan worden we nooit meer wat we eigenlijk zijn. Een waarde voor uno, no ode. Maar het ergste is je nakomelingen dat niet meer kunnen meetellen. Mm-hmm. Ze zullen altijd aan de onderste tree blijven en niet weten wat we. Dat ze meetellen in de gemeenschap. Uh-huh. En daar moet ik beginnen. En daarom dat ik daarop focus van eenheid. Eenheid mag macht. En een macht die aan de mag zucht, maar voor jou gaat op een level dat we accepteren dat we dit en we bestaan. En dat we ook meetellen. Oké. Okay. Dan hebben we dat gehoord, meneer Magnat. Mevrouw Nicole, kort samenvatten, kunnen we aangeven dat hetgeen dat voor de deur staat voor het instituut, dat het een heel belangrijk is en dat het een van de hoogtemomenten is voor de organisatie. Een van de hoogtemomenten voor de organisatie dit jaar. Want ja, ja precies. Juist, ja, inderdaad. En wat hiermee ook naar voren komt, is dat Winti een Surinaams product is. Want de tabassie die wordt gehaald om, ja, het is een Surinaams product en het overstijgt politiek, het overstijgt andere religieën, niet overstijgt, maar het gaat samen met elke religie en het is grensoverschrijdend, dat wijst het, ja. Dus, ja. Zie je daar het bewijs, hè? Zie daar het bewijs, ja. Ja. Sowieso. Ja. Ja. Oké. Okay. Is er nog iets dat moet over de heer Magnat? En zeer zeker om Saptaki dat we meetellen. Dat we gewoon meetellen en je kan meetellen als je zelf respect voor jezelf eigen hebt en jezelf niet neerhaalt. Mm-hmm. En jezelf niet te koop stelt. Yeah. Ja, dus om zo'n tak una wang en daaruit ik kan go naar Dorsi, naar een wang festie zou abi. Want die zijn nog maar een change, maar een mooi toensief change. Ja, ja toch? Dat zijn dure woorden. U zegt, ja. We moeten dat we om zelfs reffen en om zelfs dat we wang en een wangvis om komen op haar. Ja, precies. Dat zijn heel dure woorden. Ja, sowieso. En ik sta daarachter. Sowieso. Is goed. Beste kijker, dat is Tabassi, de heer Ramon Magnat. En die is ook komen met de PR van de organisatie Akata Instituut. En dat is mevrouw Nicole. En binnenkort, ik dacht dat het zomer is, 21, is de heer Magnat in Nederland, in Almere, om een geweldige presentatie, daar wel lezing daartoe te verzorgen. En nadien vertrekt hij naar Frankrijk om de grote culturele uitwisseling daar zo
zeg maar, door te brengen. Nou, als we praten over cultuuruitwisseling, als we praten over dat van soort zaken, dan moet ik de woorden van de PR gebruiken. Die geven aan dat cultuur grensoverschrijdend is. En als we het zo horen, is dit een exportproduct. Niet alleen, maar het is iets waar wij achter moeten staan en trots moeten zijn. En daar staan wij voor. Voor wat betreft dit onderwerp zijn we aan het eind gekomen. Mag ik u nogmaals bedanken. En voor Tabassi mag ik u heel veel succes toewensen. Ja, Ampai na Yokodai. Het vakterm, niks te danken. Graag gedaan. Ampai? Ampai na Yokodai. Ampai na Yokodai. Ja. Nee, na dat is het Latijns toch? We hebben ook onze vakterm. Ja, vakjargon, ja. Ja. Oké, okay, nee, dan hebben we dat gehoord. Nogmaals bedankt en heel veel succes toegewenst. Okay. Beste kijker, wij gaan even naar de muziek. En dan zijn we zo dadelijk bij u terug.